Als je wilt weten wat we doen, hier in de chaos zonder poen. Wat zijn de roddels, het verdriet, zonder ons weet je het toch niet. Want met dit joch en deze meid, heb je Utopia inside. Deze week vanuit het bad, omdat het toch wat kouder wordt buiten. En wij willen gewoon niet ziek worden. De nieuwtjes van deze week. Ja, de pittige juicy details. Ja, nou, we hebben hard gewerkt met het Duizend Dagen Feest. Ja, en het was echt strijden en er was veel discussie en er was veel... Jeetje, Lina, gewoon. Toppunt was natuurlijk optreden, Bucket Lewis, Thomas Bergen, onze eigen Roro. Het was gewoon super vet. En verder, ga jij me even vertellen over Bas, die heeft namelijk een dolfijnenshow gedaan. Ja, ja, hierachter hangt ook een poster ervan. Bas die heeft een dolfijnenshow gedaan, daar hebben we ook beelden van. Ja, heel erg goed wat hij samen met Riet heeft gedaan om iedereen bewust te maken van het leed achter dierenentertainment. We staan hier natuurlijk bij de suite, waar Bas en Riet zich vrijwillig hebben opgesloten eigenlijk. Zoals de dolfijnen in dolfijnenshows. Ik heb zeker wat geleerd van deze actie en ik hoop echt dat al de dolfijnen die opgesloten zitten ook gewoon lekker hun vrijheid terugkrijgen. Dat vind ik wel heel erg mooi. Om te horen van iemand die eerst dolfijnentrainer wilde worden of zelfs dolfijn wilde worden. Dit is misschien wel een iets extremere variant, namelijk echt een hele kleine ton. Mm-hmm. Maar dolfijnen hebben het niet veel beter. Ja, het was pittig. Maar het is maar voor één dag. Als dit elke dag zou zijn, dan zou het gewoon... Zou je gek worden? Ja, zou gek worden. Als we dus allemaal geen kaartjes meer kopen voor dolfijnshows en er niet meer heen gaan, dan snapt het bedrijf uiteindelijk zelf wel dat het moet veranderen. Ik vind dat jullie zo goed hebben gedaan. Applaus voor jezelf! Dat hebben ze geleerd in de show. Jij hebt natuurlijk ook iets heel erg bijzonders. Ik heb iets heel bijzonders. In de loop van volgende week komt Davy langs. Die heeft een spierziekte. Ja. Die spierziekte, het staat hier. Ja. Stichting Save Dave, mensen, kijk even op de website. Ja, ik denk dat het eigenlijk wel was voor deze. Ja. Mijn tong die brandt ook nog een beetje van de Dood Challenge. Doja gaat in strijd met Romy hete sausjes eten. Juist. Oh nee! Kijk eens naar je handen! Oh nee! Oké, en we weten ook hoe heet alles. Nee, ik weet het wel, maar jij mag het niet weten. Maar je mag het niet weten, dat is een verrassing. Oh god, wat is dit? En we hebben, ik ga het voorlezen. Curry, sambal, tabasco, chili, madame Ginette en nog een keer madame Ginette. Nee. Dus deze twee zijn madame Ginette. Oh my god. Wat je hier doet. Oh, dat ziet er heel vies uit allemaal. Ik pak lepeltjes. Als eerste doen we nummer 4. 1, 2. Dat is gewoon chili. Ja, dat is niet. Sweet chili. Nu mogen jullie met nummer 2 beginnen. Is deze? Ja, post. Heel goed. Oh, fuck. Lekker. Geen water. Nee, hou op. Geen water. Oh. Ik heb geen idee, maar het is heel vies op mijn tong. Oké, okay, nummer 1. Door. Nummer 1. Ga door nou. Post. Oh, wat er aanstaat. Het is gewoon curry. Oké, okay, ja. Oh, okay, dat is dus placebo. Oh, maar oh. Oké, okay, door. Nummer 5. Post. Hop, hop. En nu door, nummer 6. Nummer 6, nummer 6. Wat ook nog eens in mijn mond. Nummer 6, nu. Allemaal vast nu. Nee, meer Romy. Nee, dit gaat net. Meer. Ik krijg niks op mijn mes. Slikken, nu. Ja? Ja. We hebben water, nu mag je water. Heel veel. Je mag overgeven. Je hebt het super goed gedaan. Ik kan niet. Mijn tong brandt. Een hele goede dag. Ik sta hier met de eerste Utopiaan. Die zichzelf Utopiaan van het jaar heeft mogen noemen. Zeker waar. Giorgio. Hey. Ja. En we staan hier op jouw favoriete plek. Waar ik het allermeest verbaasd over was, is hoe groot Klaver is geworden. Dit is echt een reusachtig beest geworden. Het terrein ziet er echt wild uit. Mm-hmm. Van palmbomen, nep tot echt. Allemaal ja, gekke dingen op de akker. Kunst. Kunst. Ja, ik sta hier natuurlijk naast Nicolien. En wie ben je ook? Oh, ik ben Ruudwin junior. Natuurlijk met Emiel. Hartstikke leuk dat jullie er zijn vandaag. En ik wil eigenlijk weten hoe het voor jullie is om 1000 dagen later hier terug te zijn. Ik ben niet onstoer, laat ik het zo zeggen, maar ik vond het wel een beetje spannend.
Ja. Ja, dat snap ik. Het was toch een beetje gekkig om dan weer na zoveel tijd hier te lopen. En het is ook helemaal veranderd. Ja, wat is de grootste verandering? Heel veel allemaal kleine bouwsteltjes en huisjes overal. Het ziet er echt een beetje uit als een pretpark. Ja. Ja, als je hier wil komen wonen, zorg dat je een doel hebt. En ja. Experimenteer. Ja, experimenteer. Ja. Dat is het advies. Oké, nou ik ga naar jullie luisteren. Op een schaal van 0 tot 10, hoe gelukkig zijn jullie om elkaar weer te zien? Dames en heren. Ik heb toch al een brief geschreven. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 miljoen duizend keer. Kijk. Ja, dat is gewoon heel veel. Ja. Hoe gelukkig. Ja. Ik ben heel vaak verhuisd en ik heb op verschillende delen van de wereld gewoond. Ja. En ik heb nog nooit zo'n grote heimwee gevoel gehad als dat ik hier kort weer binnen liep. Het is zo raar alsof ik gewoon weer thuis ben. Hij kijkt helemaal verliefd, wacht. Ik moet even inzoomen of zo. Kijk, Ivan is zo blij om terug te zijn. Wat voor advies heb je voor ons? Laat iedereen in ere. En kijk, als iemand jou een kut vindt, nou, dan heeft hij waarschijnlijk een reden. Ja. Maar dat is nog niet eens zozeer tegen jou gericht. Maar dat, gewoon. Ja, gewoon dat is dat. We liggen elkaar niet, dat kan. Ja, dat kan. En dat kan tijdelijk zijn. Of je ligt elkaar gewoon echt niet. Of permanent, ja. Ja of permanent, hè. Permanent. En dan krijg je caravans. Lieve Benjamin, we gaan dit keer met jou het evenementenspel spelen. Oké. En dat betekent dat jij van ons 20 seconden de tijd krijgt om dit prachtige Walter Kroes evenement te promoten. Ik heb mijn haar nog niet. Oké, 20 oktober op donderdagavond komt Walter Kroes hier. Die is al eerder geweest. Ja. Hij komt zijn nieuwe album hier ten gehoor brengen. Formidabel. Het is in de stijl van de 50s. Het is met een big band opgenomen. Het is Frank Sinatra, James Dean, Elvis Presley. Prachtige muziek. Het wordt een beetje jaren 50 Hollywood stijl. Smoking, er komen Cadillacs op het terrein. En het is maar €15 voor een kaartje. Ik heb tijd over. Oktober komt hij uit. Dus hij kan alleen maar winnen. Het is ook mijn evenement, dus ik heb langer dan 20 seconden. Mensen, abonneer je op ons kanaal. Elke week brengen wij een nieuwe Utopia Insight uit. En vergeet niet te liken. Vergeet zeker niet te liken. Dat kan hier en hier. En.